Een bijzonder fijn weekend allemaal en welkom bij Cocktail. December is natuurlijk per definitie feestmaand en dan mogen heerlijke gerechten en tongstrelende godendranken natuurlijk niet ontbreken. Wat krijg je als je een echte wijnvirtuoos met een passionele wijnbouwer samen in de zetel zet? Pure chemie. Bij mij in de zetel Mark Dilst, van harte welkom. En ook David Sichel, van harte welkom. Mark, ik begin bij jou. Elk voorjaar ga je naar het buitenland om wijnen te proeven. En dan ga je rechtstreeks naar de wijnbouwer zelf. Hè. Waarom is dat contact zo belangrijk? Wel, in de eerste plaats om de selectie die wij maken zijn niet zomaar de klassieke wijnen, laat ons zo zeggen. Het is zo dat de wijnplas is immens groot. Ja. Hè, dus er wordt wereldwijd ongeveer 37 miljard flessen wijn geproduceerd. Hè, dus dat is een gigantisch getal. Per? Dus wereldwijd, ja. Per jaar. En het is zo dat 70% ongeveer van die wijnen zijn wat wij noemen industriële wijnen. En dus de andere 30% zijn ambachtelijke, allez, zeg maar, wijnen gemaakt door wijnbouwers. En wij, ja, zijn vooral op zoek naar dat type producten. Ja. Omdat die industriële wijnen, die hebben doorgaans een zeer monotone smaak, hebben minder karakter en zo verder. Zijn op totaal andere manier gemaakt dan die ambachtelijke producten. Ja. Zeg, in welke landen vind jij dan jouw goede wijnen? Wel, wij zijn gespecialiseerd in Frankrijk, Italië en Spanje. Ja. Hè, dus, maar ik ben van mening dat ze eigenlijk wel overal goede wijnen produceren. Belangrijk is dat er iemand de selectie doet ter plaatse van die goede producten, die net aan dezelfde prijs trouwens, meer bieden dan die industriële wijnen, zeg maar. Ja. En dus, je moet weten dat er 60 landen zijn waar dat ze wijn produceren, ja, maar die drie landen die wij vertegenwoordigen zijn 48% van de markt. Dat is bijna de helft. Dus dat is, ja, bijna de helft, toch? Ja, oké. Af en toe kom je dan een wijnbouwer tegen die er toch een beetje tussenuit springt, hè? Want het blijven natuurlijk jouw leveranciers, maar soms ontstaan er heel mooie vriendschappen, hè? Absoluut, ja. Blijven leveranciers, maar, ja, ik heb denk ik van in het begin dus gezegd van ik wil wel een zeer aangenaam contact met mijn leveranciers, maar ik ga er eigenlijk geen vrienden maken. Dat is bijna een bewuste keuze geweest. Ja. Nu, er zijn een aantal in meer dan 20 jaar die echt vriend geworden zijn. En vandaar dat ik ook een van de mensen meegebracht heb waarvan dat ik zeg, dit is echt een vriend geworden. Ja. En als ik een wijn niet goed vind, kan ik daar ook nog tegen zeggen, die neem ik dit jaar niet, ja, omdat ik het kwalitatief niet goed genoeg vind. Uit Frankrijk, hè? Uit Frankrijk, ja. Ja. En dan komt uit een familiebedrijf, 5 broers. Ja, ze hebben een familiebedrijf. Ze zijn eigenaar van verschillende châteaux. Ja. En ze zijn echt een familiebedrijf. Ze zijn met 5 broers die aanwezig zijn in het Maison Sichel eigenlijk, die, ja, zowel wijnen produceert als ook wijnen verhandelt wereldwijd. Oké. David? Maar mag ik nog even terugkomen, ja, op je tuurlijk vraag waarom, ik word David erbij, waarom maar dat zo belangrijk is, ja, om ter plaatse te gaan. Hè? Ja. Dus eigenlijk willen wij toch wel voelen, het contact met die wijnbouwer hebben, om te weten wat dat zijn filosofie achter het wijnmaken is. En wij zoeken eigenlijk authentieke wijnbouwers die eigenlijk inzetten op kwaliteit. Ik vergelijk het graag met kinderen die in zo'n ballenbad spelen. Het zijn allemaal geel balkjes en, ja, daar zit één rood balkje tussen. Ja. Het is dat rood balkje die net iets anders is. En dat balkje zoeken wij. Ik zal eens even naar het rode balkje, ja, naast jou. Ja. David, à toi bienvenue. Et merci d'être ici. Oké. Tu peux me dire, pourquoi boire des vins de Bordeaux? Ah ben, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est vrai? C'est ce que je pense. Yeah. Mais c'est vrai que il y a une compétition très importante dans le monde entier. Il y a des bons vins partout. Alors qu'est-ce qui rend Bordeaux différent des autres? Je crois qu'on a souvent la faiblesse de nos forces. Mm-hmm. La force de Bordeaux, c'est l'une des grandes forces, c'est ce climat, un climat tempéré. C'est-à-dire où on a peut-être moins de soleil que dans d'autres régions viticoles, mais c'est ce climat plus tempéré qui va permettre au vin de garder une vibration aromatique, okay, yeah, plus intéressante parfois. Le revers de cette médaille, c'est que parfois, dans le passé, le danger, c'est d'arriver à la maturité. Notre problématique, c'était d'arriver à la maturité suffisante pour faire des bons vins. Mm-hmm. Et je crois que c'est la grande qualité des Bordeaux aujourd'hui, plus que jamais. Je crois qu'on a réussi à force de travail, ça tombe pas comme ça du ciel, mais à force de travail, de plus de connaissances techniques, de plus de moyens techniques, on arrive à pallier
ces petits manques de maturité que nous pouvions avoir auparavant. Yeah. Et aujourd'hui, donc, on arrive à avoir ce fruit très bien mûr et toujours avec cette vibration aromatique qui rend les vins intéressants. Yeah, ok. Tu peux l'expliquer. Ça, c'est une vue aérienne du château d'Angludé, donc notre propriété très chère à notre cœur. C'est l'endroit où j'ai eu la chance de grandir. Donc là, on voit les bâtiments, les vignes sont à droite. Un endroit fabuleux pour faire du vin, mais aussi un endroit fabuleux pour une famille comme nous de vivre. Ok, magnifique. Ça, c'est un peu l'illustration de ces nouveaux moyens techniques que nous avons. Ça vous donne une idée. Ça, c'est notre cuvier au Château Palmer, dont nous sommes également copropriétaires. Et voilà, ça donne une image des investissements qu'on fait pour produire des grands vins. Ok. Voilà, ben ça c'est le Château Palmer. Il a changé un petit peu, on a la couleur des volets est plus sombre maintenant, parce qu'effectivement, là-dessus, je ne trouve pas que la couleur des volets est très belle. Ok, et tu es le prince. Je suis, on est nombreux, je suis que le petit prince de Saint-Exupéry. Voilà, ça c'est une belle photo, ça c'est, donc, voilà, ça, c'est le chai, toujours notre chai à barrique, qui a rien d'ostentatoire, mais qui est tout dans des proportions, des belles proportions, et faciliter le travail. Avant, on empilait, on avait moins de place, il fallait empiler les barriques. Maintenant, toutes les barriques sont sur un étage, ce qui facilite beaucoup le travail de nos maîtres de chez. Vroeger stonden dus al die vaten gerankt op elkaar, op elkaar. Trio, ja. En dus dat was veel complexer om te werken dan nu. Hè. Nu is alles op één niveau. Is dit wat wij als leek nooit gaan zien? Dit kunt je zien als je ter plaatse gaat, absoluut. Ja. Ja. Kunnen we het bezoeken echt? Ja, on peut visiter votre château? Bien sûr. Mais nos portes sont grandes ouvertes. Ah, okay. C'est ça aussi qui a changé à Bordeaux. Beaucoup de gens ont l'impression que Bordeaux est fermé et qu'on veut voir personne. Mm. C'était peut-être vrai à un moment, mais tous ces investissements qu'on fait, c'est pour vous, c'est pour vous accueillir. Enfin, c'est pour nous. Merci bien. Mais c'est aussi pour accueillir ces gens et leur montrer tout ce qu'on fait. Non, absolument. Yeah. Il y a une véritable. Il y a des très gros investissements faits par pratiquement tout Bordeaux pour baser sur l'œnotourisme. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'on veut, non seulement vous pouvez, mais on veut que vous veniez. Et la ville de Bordeaux est devenue, au-delà du vin, est devenue fabuleuse. Ok. Absoluut waar. In 10 jaar tijd heb de Bordeaux Centrum zien evolueren. Van sommige stukken waren toch wel wat ouder en minder modern. Als je nu naar Bordeaux gaat, is een fantastische stad om te bezoeken en de combinatie te maken en eigenlijk echt ook eens ter plaatse te gaan naar die wijnbouwers, naar die om te zien hoe het echt zien wat, leeft. Want dan voelde echt de passie van die mensen. Hè. Die, die denken in functie van kwaliteit. Ja. En dat is plezant. Je hebt heel veel. Want zoals ik zei, er wordt zoveel wijn geproduceerd en het is een wereldmarkt geworden, ook qua export. Ja. Maar zo eens gaan voelen van wat doet die wijnbouwer nu echt om dat beste uit dat druifje in die fles te krijgen, dat is echt plezant. Ja. Dat is de passie dat je voelt. Ja, hè? En ook bij jou, ook voor jouw team, is het belangrijk om die wijnbouwers te leren kennen, om ermee om te gaan. Dit is jouw team trouwens, hè? Klopt ja, het? Ja, dus het is zo dat we. Ja, voilà. Ja. Het is zo dat we het belangrijk vinden, wijn met advies, het staat in onze naam en zo verder. Dus wij vinden het belangrijk dat iedereen daar ook kan over mee vertellen. En we hebben dus eigenlijk met het hele team inderdaad een trip gemaakt naar Bordeaux. Vorig jaar was dat, hè? Vorig jaar in juni, ja. Ja, okay. Dit zijn ook echt wijnbouwers waar we al jaren mee werken. Hè. Dat is een klein, Viateur La Rose is een klein familiebedrijfje, vader en dochter, die 10 hectare hebben, maar super gelegen naast de Grand Cru Classés. Okay. En dus die doen alles om echt dat beste uit die wijngaard te krijgen en die flesje te krijgen. En zo begint het allemaal, hè, met goede druifjes. Ah, dat is een toffe foto, vind ik, want daar start alles. Hè. Er zijn mensen die denken, het start als het in de kelders komt. Nee, het begint eigenlijk van in het begin van het seizoen met goede druifjes te kweken. Ja. Zeg, en dit moet je eens even uitleggen. Hè? Ja, dat zijn dus de vele beurzen en wijnbouwers die ik in het voorjaar bezoek. Dit is op een beurs waarbij dat we dus de kans krijgen om duizenden flessen te proeven. Ja. En dat is echt een selectie maken. Hè. Dus dat is zeggen van ik zoek dit jaar binnen die appellatie die of die wijn. En dan ga ik eigenlijk eerst literatuurstudie doen, dat doe ik vooraf. Dan kom ik ter plaatse en daar kan ik dan honderden wijnen proeven en dan noteer ik alles. Hè. Dus dat is concentratie, dat is s'avonds nog eens alles opschrijven van wat waren de beste, waar gaan we mee verder. En al wat dat goed is, komt dan nog eens naar ons, naar België. En dat wordt dan in een team, we hebben door de jaren heen een team gebouwd die mee de blinde degustaties doet bij ons. Ja. En dus wij proeven dan bij ons op een namiddag 40, 50 wijnen blind, waar dan we een score aan geven. En al wat dat dan
prijskwaliteit in orde is, komt in het gamma. Dus dat is een heel werk achter. Okay. Zeg, deze foto wil ik nog even laten zien. Dit was al laat op de namiddag, denk ik. David, dat zou kunnen. Voilà ton copain. Ja, dat was zeer recent getrokken trouwens. Hè. Dus dat was niet laat in de namiddag. Ah, nee, toch niet. Nee, nee. Dat was morgens vroeg, maar volgens toen, mij. Toen toch nog niet zoveel geproefd als op de vorige foto. Dat is inderdaad in de Elzas getrokken, nu tijdens de oogst. Ja. Dus in de mate van het mogelijk probeer ik dat toch ook wel wat te volgen. Ja. En 2015, kan ik meegeven, ziet er eigenlijk in de verschillende regio's zeer goed uit. Is het waar? Dus we gaan een, ja, we gaan een mooi wijnjaar tegemoet. Oké, okay, daar kijken we alvast naar uit. David, il faut le dire, Bordeaux a un peu une réputation chère. C'est le cas, selon vous? Selon moi, non. Mais il faut dire en non. Étant, en étant objectif et en analysant des prix, oui. Bon, il faut savoir qu'à Bordeaux, il y a aujourd'hui 7000 viticulteurs, 7000 châteaux différents. Mm-hmm. Alors il y a une certaine partie, ces 7000 viticulteurs peuvent être, voilà, il y a une classe de grands crus classés qui représente au total 200 viticulteurs peut-être. Okay. Donc okay, déjà les grands crus classés, parce que c'est ceux-là qui peuvent donner une image chère à Bordeaux. Mm-hmm. Mais même à l'intérieur de cette catégorie grands crus classés, quand on regarde l'histoire sur les 15 derniers millésimes, les 20 derniers millésimes, eh bien, on se rend compte que beaucoup de ces vins-là n'ont pas augmenté en prix. Okay. Alors, sur ces 7000 viticulteurs, c'est vrai qu'il y en a peut-être 50 viticulteurs sur 7000 qui, effectivement, sont devenus très chers. Oui. Et bien sûr, ce sont les viticulteurs les plus connus. Palmer, oui, et c'est une de nos propriétés. Oui, Palmer est devenu, pour les gens qui connaissaient Palmer il y a 20 ans et qui veulent acheter une bouteille de Palmer aujourd'hui, c'est vrai que le vin est devenu très cher. Oui. Mais ça n'est qu'une toute petite partie de Bordeaux. Nog een laatste vraagje voor jou, Mark. Met welke wijn kunnen wij jou nu plezier doen met kerstmis? Oh. Wat zet jij op de tafel? Ik dacht je mag het zelf meebrengen. Elke goede wijn kunnen mij plezier doen. Ah ja, is het waar? Dus dat is al één. Ja. Ja. Twee zal dat toch wel wat afhangen van wat dat er op de kersttafel komt. Dus wij kijken toch wel... Weet je het al wat er op tafel gaat zijn? Nee, dat ga ik aan mijn moeder en mijn schoonmoeder overlaten. Dus, maar dus ik, dat gaat afhangen van... wat er op de tafel komt. Maar in ieder geval zou het leuk zijn om het misschien ook wat in de kerstsfeer te houden. Hè. Je hebt heel wat châteaux die verwijzen naar figuren. Hè. Dus binnen de kerstsfeer. Dus, maar je hebt in Pomerol bijvoorbeeld Osana. Wat een fantastische wijn is, vind ik. Maar zoekt je het in Spanje, hebben we El Sacramento in Rioja, Rioja Alta. Dus dat is misschien wel leuk om op de kersttafel voilà, te verwijzen naar, ja, naar wat kerstsfeer. Hè. Hemelse sfeer, ja. Maar sowieso iets lekker. Hè. Ik had nog eens aan David vragen. Quel vin ferait beaucoup de plaisir à Noël cette année? Oeh. Question difficile. Je ne sais pas quel vin, mais je sais quelle serait la grosseur de la bouteille. Ah. Non, mais c'est vrai, c'est très important. Selon la grandeur de la famille, Noël, c'est la famille, c'est le partage, c'est des grandes tables. Nous, on a la chance, comme on disait, j'ai quatre frères, j'ai autant de belles-sœurs, j'ai toute une armée de neveux et nièces adorables, et adolescents. Des enfants, mais un peu trop jeunes pour partager une bouteille de vin. Oui. J'ai la chance d'avoir encore avoir ma mère avec nous. Et donc, c'est une grande tablée et le plaisir de partager. Alors nous, on est beaucoup, hein, on est 20 et quelques autour de la table. Donc, il nous faut des très grosses bouteilles, des impériales. Mais ce plaisir, c'est beaucoup plus agréable de partager. C'est une autre sensation de partager un double magnum, c'est 3 litres de vin, plutôt que les 4 mêmes bouteilles. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une notion de partage, ça doit être psychanalysé sûrement quelque part, de tous boire de la même bouteille, c'est quelque chose de vraiment différent et c'est ce que nous on fait. Alors après, Bordeaux, c'est ce qu'on connaît le mieux. Donc on est jamais très aventureux dans d'autres régions, mais même s'il y a on adore quelques vins italiens, des Bourgognes, mais je pense que ça serait un double magno ou un impérial, puisqu'on est nombreux, d'un vin du Médoc, sûrement de Margaux, avec un peu, qui a un peu d'âge, qui a un peu de, qui a 10 ans, un 2005 ou un 2000, et aujourd'hui, c'est sûrement ce qu'on va ouvrir. Voilà, mooie woorden om mee af te sluiten. Vooral veel en vooral groot heb ik onthouden. Vooral goed. En vooral goed, natuurlijk. Dat is het belangrijkste. Mark en David, dankjewel om vandaag tot hier te komen. Ik zou zeggen, nog heel veel succes beiden. En
Dankjewel. Ça, j'ai compris. Okay. Ja, voilà. Succes. En ook prettige feestdagen. Ja, voor jullie ook. Fijne feestdagen. Ja, absoluut. Joyeux Noël. En genieten. Joyeux Noël. Voilà. En heel veel genieten, hè. Goed? Ja, absoluut. Dankjewel voor jullie komst. Jullie thuis ook allemaal aan de slag. En misschien toch eens eventjes langs Mark passeren, want heel veel goede wijnen staan daar voor jullie klaar. En misschien wel ook voor op jouw feesttafel. Als je niet houdt van wijn, wel, dan doe je het misschien liever zonder alcohol. Dat kan ook natuurlijk altijd. En zometeen hebben we het over thee. Dus heel graag. Tot zo.